Mensen, goedemorgen. Server. Vorige les heb ik jullie een opdracht meegegeven. Niet een hele moeilijke opdracht. Als je vorig jaar alles gedaan hebt. De realiteit is dat het voor een deel van jullie niet het geval is. Dus de realiteit is ook dat een deel van jullie die opdracht niet heeft afgerond. Specifieker van de 59 teams zijn er 15 bij ingeleverd. Tegen die 5 of de 3 daarvan die hier zitten, zeg ik goed bezig. Althans, ik ga nog even kijken naar de feedback, maar ik verwacht goed bezig. Tegen de rest, het volgende. Ik ga iedere week een opdracht geven. En die opdracht, die gaan jullie ook allemaal moeten maken. Het totaal aantal opdrachten wat je krijgt, is een deel van het resultaat wat je krijgt. Als jouw resultaat onvoldoende is, word je niet voorgedragen voor het examen. Dat is de reden dat ik er zoveel druk op zet, dat je die opdracht ook in de week zelf maakt. Op dit moment zeg ik, de opdracht van deze week mag je ook volgende week nog inleveren, maar dat is ook dan ook wel echt de deadline die we gaan instellen. Want als ik niks van jullie zie, als jullie dus geen opdrachten maken en inleveren, kan ik jullie niet voorzien van feedback. Dat is nummer 1, dus je kunt er niet beter van worden, je leert alleen maar trucjes zonder feedback. En nummer 2, ik kan ook niet zien hoeveel jullie zijn in jullie ontwikkeling. En die dingen zijn wel nodig om te kunnen beoordelen of jij het examen kan maken. Dus wat er nu door een aantal gebeurt, ik hoop dat volgende week dat daar gewoon staat 59-59 wordt ingelegd. Dan word ik heel blij. Of in ieder geval van jullie. Hè? Word ik heel blij als jullie dat doen. Dat is even nummer 1. Dat betekent dus dat je de huidige opdracht volgende week nog mag inleveren. Maar als je dat met iedere opdracht doet, niet op tijd inleveren, dan heb je op een gegeven moment heb je een backlog, een opdracht die je nooit meer afkrijgt. Dan heb je het overzicht niet meer, dan wordt het stressen, je machine loopt voor, want je hebt maar een paar honderd giga storage. En dan valt van ellende alles in elkaar en hetzelfde gebeurt er met jou op je examen. Bij wijze van spreken. En dat willen we niet. Dus ga daar serieus aan werken. Daarnaast, er zijn een paar studenten geweest die mij actief hebben benaderd. Had de Lila is er één van. In een andere klas had ik er ook 2. Waarvan eentje, daar heb ik echt een Teams chat history staan. Waar je een gewoon gesprek 20 minuten mee kan vullen. En wat ik daarmee wil aangeven is dat dat ook mag. Ik heb Teams draaien op mijn telefoon, ik heb notificaties aangezet, ik heb WhatsApp op mijn telefoon. Dat weten sommigen van jullie al te goed. Mijn 06-nummer staat in mijn handtekening. Vrees niet om daar gebruik van te maken. Tussen 7 uur 's ochtends, 10 uur 's avonds probeer ik antwoord te geven. Ik heb ook een sociaal leven, hoe raar dat ook klinkt. Ik heb kinderen waar ik af en toe aandacht aan geef. Soms moet ik ook voor de klas staan, zoals nu. Dan kan ik misschien niet direct reageren. Maar ik probeer dat wel. Dus maak daar gebruik van. Dan het volgende. Wie is er allemaal wel bezig geweest met de opdracht? Gewoon even showen. Positief, heel goed. Xander, jij niet? Nou, ik wou ermee bezig gaan zijn, maar ik heb gisteren mijn VMware pas aan de praat gekregen. Oké. Nou, intentie is, hè? Dat is ook positief. Ja. Fijn dat iedereen ermee bezig is geweest. Dan de volgende vraag, en ik verwacht bijna even veel vingers. Wie heeft daarvoor die filmpjes voor mij gebruikt? Serieus, zoveel minder? Wat goed. Meen ik echt, wat fijn. Want de filmpjes die ik maak, zijn heel specifieke. Die leggen heel specifiek uit hoe je bepaalde handelingen kunt verrichten. En simpelweg om die reden mag je dat soort filmpjes in een examenomgeving niet benutten. Realiseer je. Dus waar wij naartoe gaan werken, met jullie allemaal, en een heel groot deel van jullie doet dat blijkbaar dus al heel goed, is dat jullie een serveromgeving even specifiek binnen 3 uur kunnen bouwen, zonder dat je daarvoor hoeft te googlen. Want je hebt 6 uur de tijd voor het examen, ga dan aan het einde van de rit, komt er ook uit die laptop, kan je gewoon opnieuw beginnen en is alles op tijd. Daar gaan we op inrichten. Als je nu al zonder filmpjes doet, dan ben je echt heel goed op weg. Het geldt ook voor de router. Daar komen hele specifieke filmpjes voor, die ga ik vanmiddag in deze week opnemen. Die mag je wel gebruiken tijdens de lessen, maar werk er naartoe dat je dat steeds minder nodig hebt. Want als je zonder filmpjes zo'n omgeving kan bouwen en dus kan toepassen wat je vorig jaar en dit jaar hebt geleerd, ben je klaar voor dat examen. Is ook wel logisch, hè? Dat we daar naartoe moeten werken. En dan meteen de vervolgvraag. Iedereen die die server geïnstalleerd heeft, hand omhoog als je 2 netwerkverbindingen had. Een internetverbinding en een landverbinding. Hoe gaat dat allemaal? Oké. Mag ik dan aan die mensen die hun hand opstaken de volgende vraag stellen? Waar stond er dat je 2 netwerkverbindingen moest hebben? Waar stond dat? In de opdracht? Niet. Niet, hè?
Oké, en dit is de valkuil. En dit is, daarom vraag ik het expliciet. Dit is een hele duidelijke valkuil. Hier zijn ook mensen echt op gezakt. Mensen die hebben zichzelf het trucje aangeleerd van het boek. Twee netwerkverbindingen. Eentje LAN, eentje internet. Vervolgens zetten ze het niet goed in VMware of maken ze andere fouten. Maar als er in jouw ontwerp niet staat dat je twee verbindingen nodig hebt, waarom ben je dan met twee? Wie heeft er twee schijven aangemaakt? Of wie heeft dat niet gedaan? In het ontwerp stonden twee schijven. Eentje van 240 gig als Windows schijf, aparte schijf. En eentje van 700 gig of zo voor je data. Wat, Parijs onder dat? Ja? Ja, nee. Dat stond niks aan het schuiven. Dat stond alleen shares. Dat één schijf. Ja, drie shares, maar er stond, wel, er stond een C-schijf van 240 gig. Nee. Okay. Nee. Klopt, sorry, volgende opdracht komt dat. Hé, heb ik al verklapt, zo jammer dit. Maar, waar het even om gaat, is dat je kijkt, specifiek kijkt naar wat er aan jou gevraagd wordt, ook in een examen. Kijk, wat jij krijgt, jullie doen niveau 3, hè, realiseer je dat. Wat geen dis is. Maar waarmee ik iets duidelijk wil maken. Er is een onderscheid tussen niveau 3 en niveau 4. Een niveau 4 student moet de behoeften van de klant in kaart kunnen brengen. En op basis daarvan een ontwerp kunnen maken. Kunnen zeggen, dit is wat ik ga doen. En dat ontwerp vervolgens kunnen bouwen. Een niveau 3 student krijgt een ontwerp en moet dat ontwerp kunnen bouwen. Dus de eisen voor jullie zijn minder hoog. Maar dat betekent wel dat jij dus op een gegeven moment krijg jij een document met een tekening van het netwerk. Met allerlei extra randvoorwaarden. En dat moet je eigenlijk kunnen vertalen naar zo'n lijst met informatie als die je iedere week van mij krijgt. En naar welke dingen je daarvoor moet doen. Ik heb al eerder gezegd, ik heb zo'n opdracht liggen waar je dat uit kunt filteren. Als je denkt dat je dat moet oefenen, dan krijg je die van mij. Als je denkt, nou dat gaat wel lukken, is het ook goed. Maar dit betekent leesvaardigheid. En als mensen nu al twee netwerkverbindingen maken omdat ze niet lezen. Of bij een volgende opdracht misschien te veel of te weinig schrijven maken omdat ze niet lezen. Dan is dat een uitdaging. Omdat je een samengestelde lijst al niet leest, hoe gaat het dan werken als je een technisch ontwerp moet lezen? Wat gewoon een mooie tekening is met belangrijke informatie. Niet goed leest, ben je hoe dan ook te schaken. Dus eigenlijk wil ik voor volgende week, als iedereen hem inlevert, dat dit soort dingen er niet in zitten. Dat jullie dat er nu al uitfilteren. En daarom heb je ook een week de tijd voor zo'n opdracht. Want hoeveel dagen les hebben jullie op dit moment? Drie. Drie. En zijn dat drie dagen van 6 uur of al korter? Som. Oké, dus jullie hebben als jullie willen, in principe prima de tijd om dit te doen. Hè? Dat is een keuze die je maakt. Ik ga je niet dwingen. Bij het inleveren moet je wel gewoon screenshots maken of? Jazeker. En daar ga ik dan meteen wat over zeggen. Voor de opheldering. Als, ja, dat moet je niet doen. Een zakje. Ik drink even dit en dan gaan we door. Shotje cafeïne. Bewijs. Er zijn twee manieren waarop je kunt documenteren. Je kunt documenteren als in dat je echt een compleet systeem uitwerkt in documentatie met, hè, zoals je in een boek hebt geleerd, aan de hand van invulsheets waar je alles op invult. Je kunt ook zelf bedenken hoe je dat bouwt, maar met dezelfde soort informatie. Dat is wat er vaak gevraagd wordt in een praktische toepassing van documenteren. Dus wanneer je bij een bedrijf werkt. Wanneer je kijkt naar een omgeving die jij oplevert in een simulatie. Dan wil ik vooral kunnen zien dat jouw omgeving voldoet aan de eisen. En de makkelijkste manier om dat te doen is met screenshots. Als ik tegen jou zeg, jij gaat mijn thuissituatie nabouwen. Dat is een van de opdrachten die hierin zit. Mijn thuisomgeving zijn twee domeincontrollers op dit moment. Daar heb ik DSP op draaien, daar heb ik DNS op draaien, ik heb daar shares op draaien. Ik heb er een gedeelde print, twee gedeelde printers op staan. Ik heb alle objecten in Active Directory aangebracht. Als ik daar bijvoorbeeld als onderdeel uitpak DNS of DSP. Een DSP-server heeft een aantal dingen, toch? Je hebt een IP-reeks die je uitdeelt. Begin-eindadres. Je hebt bepaalde eigenschappen die je meegeeft. DNS-servers, domeinnamen, klinkt het bekend? Als je heel hard terugdenkt naar hoofdstuk 4... als ik jou vraag om bewijslast van die DSP-server, dan wil ik nummer 1 zien dat ik overal groene vinkjes heb, oftewel dat het werkt. Ik wil zien welke adressen je uitdeelt, dus ik moet die reservering zien. Ik wil ook zien welke eigenschappen je meegeeft, dus die moet ik ook zien. En als laatste, als je misschien iets hebt gedaan van exclusions of reservations, moet ik dat ook zien. Dus laten zien dat je DSP werkt, is al meer dan één screenshot. Wil ik zien dat de algemene configuratie van mijn server klopt,
Dan kan ik 5 dingen of zo laten zien in 1 screenshot. Ik pak mijn local server. Ik zie mijn computernaam. Ik zie mijn domeinnaam. Ik zie mijn IP-adres. Ik zie dat verbinding met het extern bureaublad aanstaat. En ik zie dat mijn firewall aanstaat. 1 screenshot. Laat ik meteen 5 dingen zien die misschien best wel essentieel zijn. Dus als het gaat om het vastleggen van belangrijke bewijzen, dan is het vooral een kwestie van kijk naar de dingen die aan jou gevraagd worden en hoe je kunt bewijzen dat je die dingen ook goed hebt gedaan. Dat kan betekenen dat je op sommige plekken maar 1 screenshot nodig hebt en op andere plekken er misschien wel 6 neerzet. Een Active Directory, met een bedrijfsstructuur, met users, met groups, met groeplidmaatschappen, dat zijn veel meer screenshots natuurlijk, want je wil laten zien dat je alles goed hebt gedaan. Toch? Dat is even belangrijk. En dat is ook wat ik hier voor jullie wil zien. Dus in die OneNote, waar die opdracht in staat, daar ga je die screenshots in plakken. En als oefening voor jezelf ga je ook bij de screenshot schrijven welk onderdeel van de eisen je daarmee bewijst. Dus als je iets hebt ingeleverd en je hebt een screenshot van je servermanager, dan schrijf je daar ook onder. Kijk, extern bureaublad staat aan. Kijk, mijn IP-adres klopt. Kijk, mijn servernaam en mijn domeinnaam klopt. Dat zet je er gewoon onder, want dan weet ik in één keer dat ik naar het goede kijk, maar dan weet ik ook dat jij weet waar je naar kijkt. Is dit helder voor iedereen? Ja? Okay. Wat ik voor dit uur wil doen, even concreet, ook omdat we genoeg te doen hebben. De mensen die de eerste opdracht niet af hebben, gaan daaraan verder werken. Ik ga zo een tweede opdracht in Teams zetten, die jullie ook voor volgende week in principe af moeten hebben. Als je een paar dagen langer nodig hebt, kunnen we het er nog over hebben, maar mik erop dat je volgende week allebei de opdrachten af hebt. Ik ga dit filmpje uploaden naar YouTube en die komt in de playlist voor jullie te staan. En jullie gaan gewoon aan de slag. De mensen die hebben ingeleverd, ga ik voorzien van feedback. En de mensen die vragen hebben, komen bij me met hun vragen. Volgende week komt iedereen hier. De eerste opdracht is af. En de tweede opdracht is af of nagenoeg af. Is dat een realistische verwachting? Ja? Oké. Dan is dat het voor nu. Ik ga de opname stoppen. Ik dump hem zo online. En aan de slag met z'n allen. Dankjewel.